Hier bij Mobile World Congress ben ik bij de stand van CM Telecom. Die doen miljarden tekstberichten, betalings, identificatie. Maar ze zitten nu ook in de geïntegreerde klantcommunicatie. En dat heet GIN. En GIN is natuurlijk een mooie naam. G-I-N. En ik ga even praten met Daan. Oké, Daan Gunning van CM Telecom. Wat is GIN? GIN is een tool welke meerdere 1-op-1 communicatiekanalen integreert in een dashboard. Dus 1-op-1 communicatie via Facebook Messenger, via Fiber, via Line. Dat soort communicatiediensten. Ja, ook Twitter en dat soort zaken, dat kunnen ze er ook allemaal bij. Ja, exact. Communicatiekanalen via Facebook en via Twitter, direct messages inderdaad. Ja, nou was jij heel bekend omdat jij een van de eerste was die met WhatsApp begon. Klopt. En dat eigenlijk als customer care tool inzette. Dus je weet heel veel hoe je dat soort kanalen integreert, alleen WhatsApp vond dat nog niet zo leuk. Nee, klopt. WhatsApp die ondersteunt als eigenlijk een van de enige diensten geen bedrijven op hun platform. Dat betekent, ja, inderdaad, wij probeerden het wel en dat ging mis. Ja, erg bekend mee. Maar nu heb je dus een professioneel tool ontworpen. Als ik alle vormen van communicatie, of nou via e-mail, via Twitter, of nou via Facebook Messenger, ik kan alles afhandelen via jouw GIN-platform. Klopt, je kunt alles afhandelen via GIN. Een 1-op-1 communicatie met je klantenservice. Nou kijk, dit is het openingsscherm. Ik zie allemaal verschillende soorten communicatievormen. En de laatste die je tevoorschijn kwam met Simon, was een fotootje wat binnenkomt met een conversatie en ik kan er dus meteen op reageren. Wat zijn de features van het platform? Ja, GIN staat bekend om zijn 1-op-1 communicatie. Dat betekent dat je als agent kan antwoorden. Het is een persoonlijk gesprek. Dus als ik eenmaal begin met iemand, dan gaat hij gewoon door op het platform? Exact, dan ga je gewoon door op het platform. Het is mogelijk om standaard antwoorden te geven, om openingstijden te definiëren. En natuurlijk de chatbot. Chatbot is een van de belangrijkste onderdelen van GIN. Ah, een chatbot. Een intelligente chatbot waarbij ik niet meer weet of het nou een mens is of een computer. Zo goed is die? Zo goed is die. Wij zien een chatbot. Iedereen noemt tegenwoordig een chatbot. Wij zien een chatbot. Wij denken dat een chatbot anders is dan de meeste mensen. Wij zien namelijk een chatbot als een virtuele assistent. Ja. En dat betekent dat de chatbot suggesties geeft aan de medewerker. En dus geen